Good morning! Hallo! Hello, Magical Bucketlisters. Welkom op de eerste Magical Trip van het jaar. Dit is 2024 bedoelen. En we zijn onderweg met. Ja, en daarna. Daarna nemen we de Eurostar Rotterdam aan Londen. Engeland! We hebben er zin in. Very English. Ja. Wat gaan we vandaag doen? Ik weet niet. Hou je het zo? Ja, wat dacht je dat we dan doen? Links? Nee, we gaan naar de Elvis Expo. Ja! Ja. En s'avonds gaan we musical kijken. Ja. En Winkelen. Ja, waarschijnlijk. Waar we aankomen in het station, is in de buurt een Harry Potter winkeltje. Dus we gaan winkelen. Wat gaan we nog doen? Dat is een beetje voor vandaag, zeg. Ja, het is al genoeg, hè. We gaan een beetje kijken hoe dat allemaal uitkomt qua tijd, want we moeten ons ook nog verplaatsen. Ons hotel is in de buurt van het station. Dus dat is vrij makkelijk op zich, want dan zitten we dichtbij redelijk wat goede punten. Dus dat is fijn. Dus ja, we nemen jullie natuurlijk niet zoveel dat we kunnen. Maar we weten niet of we bij de expo mogen filmen. Maar we zullen zien. Wie doet dat? Zie jullie later. Die suitkies. Niet helemaal waar, hè? Het verschil moet er zijn. Dat is niet helemaal waar. Er zitten ook spullen bij mij. We zijn met deze trein gekomen. Yes? We zijn in Londen. Londen, baby. Maar het was snel, hè? Want jij lag een beetje te soezen. Een klein beetje, nee, ja. Het was vroeg. Het was gisteren laat, dus... Ja. Ja, even een dutje weer aan. Nu zijn we weer fris. Ja. Ready for the day. Ja. Ik denk, het eerste dat we gaan zoeken is het hotel, denk ik. Ja. Dat was vlakbij het station. Maar eerst moeten we nog door de douane. Hier ook door de douane. Are you ready? We are leaving. Waarom klik je als Draco? We're leaving, Dad. I will tell my father about this. Yes, I will. quick overview. Dit is de kamer. Ik ben heel erg tegen de zijkant aan het lopen. Maar wat? Dat is mijn koffer. Dit is het gangetje en nu zit ik tegen de deur. Is van ons al, een plantje. T-stuff. Mini TV. Kijk, I'm wearing my scarf like this. Scarf. It's me. Weet je, dat hangt in mijn, dingen. Ik moet iets gezogen. Of ik heb ze biedt niks meer. Zo. Mooi. Ja, foto, schilderij. Ik ga op een foto gokken. Van, wat was het nu? De Big Ben en... Harvey's Apartment. Ja, een bridge. Badkamer. Niet veel interessant. Hoi. En dit trolley is daar. Dus je zegt niet veel interessant en je haalt mij in beeld? Nee, ik had het over de badkamer, zeg. Zeg. En dit is mijn rugzak. En de Niffler is er ook bij. Hallo. Kom, lieflijs, we gaan naar Harry Potter. Hallo. We zijn hier bij een leuke blauwe pub. We zijn hier ook bij London Bridge Station. Want we gaan naar Elvis. Elvis. Ik moet smoken. Steutel reclame. Want we moeten daar zijn, om de hoek.
We hebben het al gezien, hè? Ja, ja. We hebben al letters gezien. Oh, en daar komt een bus. Een Waterloo, oei. Een mooie rode bus. We gaan naar Abak. De... Oh, mini-coopertje. Ah. We hebben hier ook al veel Engelse taxis zien passeren. Ja, dus we voelen ons helemaal in Londen. ja, hierover hebben we ook een mall. We zijn hier nog nooit geweest eigenlijk in deze... Nee, dit gedeelte van de stad. Dit gedeelte van de stad zijn we nog nooit geweest. Raar maar waar, derde keer dat we hier zijn en hier nog nooit geweest. Ja, ja. We gaan Londen schroten. Ja, het is heel goed. We hebben al gezien dat daar een bordje omhoog hangt met Zwift. Naast de Engel. Maar we gaan nu naar een andere zanger. Naar Elvis. Elvis! En we zijn al geweest in het Kringle Station. Voor het platformwinkeltje van Harry Potter. Ja. Het was niet op de normale plek. Nee, dat was onder constructie. Maar aan de overkant ergens. Hè. Eigenlijk een beetje, ja. Ook binnen King's Cross. Ja. Dat staat goed aangegeven. Hè. Op zich wel, hè. Ja. Jawel. De fotolocatie was wel nog op die plek. Zoals waar je met het body doet. Ja. Doen. We hebben dat de vorige keer niet gedaan omdat we toen naar de studio toe gingen en dat was best lang wachten. We hebben dat nu niet gedaan omdat we nog naar de Elvis toe gaan. Omdat we nu geen tijd ervoor hebben en we gaan ook nog ergens naartoe waar we zo een optie hebben. Taxi. English kid, English kid. Dus hebben we nu ook niet gedaan, we zijn wel naar de winkel geweest. Dus, tak. Gevuld. En dus zijn we geweest. Het was een klein winkeltje, maar het was leuk aangekleed op zich. Ja, ja, ja. En ze hadden al een paar dingen. Dus ik was blij. Het was kleiner dan normaal. Hè? Ja, maar ze hadden nu wel zoveel sweets. Ze hadden de vorige keer minder. Dus ze hadden nu chocolate frogs. Meer ook de vorige keer met de studio toegevoegd. Dus I got two chocolate frogies en allemaal andere lekkere dingen. Yes, yes. Dus daar hebben we. En dan gaan we eens kijken naar de Elvis Expo. Ja, wat dat is. We gaan eens kijken. Als je goed ziet, dan zie je daar al op de muur de letters geschilderd. There it is, there it is.
direct from Graceland Elvis Exhibition. Zoiets gaan we doen. En wat vond je ervan? Super! Ik vond het heel gaaf. We zijn ook wel even binnen geweest, ik denk 3 uur of zo. Maar ja, wij kunnen overal lang binnen blijven. We waren, er was heel veel kleding, er was heel veel informatie. Een beetje van alles eigenlijk. En ik denk dat het goed weergeeft wie Elvis was, zover dat wij dat kunnen weten. Want het is niet van onze tijd. Maar ik vond het heel cool om niet alleen zijn carrière en wat dat hij bereikt heeft met zijn carrière en doorheen heel zijn leven, maar ook de man daarachter een beetje te leren kennen. Net zoals we met de film van Elvis een beetje hebben gehad. En ja, ook veel van Graceland te zien en zo. Dus ja, vond ik heel cool. Echt gave dingen, dus ik ben blij. Ik heb een ketting van Elvis aangekocht en een mooi souvenirsboek bij. Zodat we thuis af en toe erdoor kunnen bladeren en terug kunnen denken dat we hier waren. En Elvis dicht bij ons kunnen houden, zodat hij nooit het gebouw gaat verlaten. Oh, het is gewoon pas gewoon, ja. Wie nog Elvis?